Vandaag maak ik krokante aardappelen met chorizoolie en yoghurt. Kook de gesneden aardappelen in gezouten water. Allee hop, deksel erop. Over naar die heerlijke chorizo. Die gaat straks zorgen voor wat extra pit. Een beetje mijn versie van de patatas bravas. Dit heeft mij trouwens 20 takes gekost. Maar goed. Doe de chorizo in een pannetje met wat olijfolie en laat het rustig bakken. Zalig. Ik zou er echt heel de dag naar kunnen kijken. Dan is het tijd voor de aardappelen. Schud ze even op zodat er barstjes in komen en bak ze krokant in de olie. Tak je timer bij. Hela, we zitten hier in de Provence. Draai de patatjes zodat ze aan alle kanten mooi krokant zijn. Meng wat yoghurt met peper en zout en dan Choco Crispy. Zalig. Teentje look, die raspen we natuurlijk, want niemand wil een groot stuk look in de mond. Even roeren en snijd dan de bieslook fijn. En nog een beetje showcooking. En dan is het tijd om af te werken. Smeuïge yoghurt, krokante patatjes, heerlijke chorizoolie, een zuurtje erbij, afwerken met bieslook. Et voilà. Even oogcontact maken met mijn prooi en dan aanvallen. Aardappelen. Man, man, man. Wat een godsgeschenk.